En vandaag gaan we het eens hebben over voedingssupplementen. Wat zijn dat juist? Zijn ze doeltreffend en zijn ze veilig? Heel belangrijk. En ook daarna gaan we eens kijken naar wat onze eisen eigenlijk zijn vanuit testaankoop. Maar eerst en vooral vraag ik Gitte bij mij om het te hebben over de doeltreffendheid en de veiligheid. Hey Gitte. Hallo. Als ik jou zie, ja, dan krijg ik altijd een hoop medicijnen hier voor mij. Dus dat vind ik altijd tof, want ik leer daar heel veel van bij. Eerst en vooral, Gitte, misschien moeten we beginnen bij het begin. Wat is een voedingssupplement? Ja. Dus ja, dat is eigenlijk een product, komt vaak voor in de vorm van pilvorm of druppels. En er is dan een stof aan toegevoegd. Stoffen die vaak voorkomen in voedingsmiddelen, maar soms ook, vaak ook kruiden. En dat wordt dan in pilvorm, in druppelvorm ingenomen om bepaalde tekorten die mensen hebben, vitamine, mineralen, ja, op te lossen. Maar ook om bepaalde gezondheidsvoordelen na te streven. Dus vitamines, denk aan vitamine en mineralen, kruiden, ja, en andere. Oké. Okay. In tegenstelling tot aan de echte medicijnen. Ja, ja, dus heel veel van die producten, als je de verpakking ziet, lijkt op medicijnen. Mm-hmm. Dus mm-hmm, ik heb hier een voorbeeldje. Dit bijvoorbeeld, als je dat ziet, er staat op, verlaagde cholesterol. Ja, mensen die kennen het verschil niet als ze dat zien. Tussen, is dat een voedingssupplement, is dat een medicijn? Klopt. Het wordt ook ingenomen eigenlijk in de praktijk, ja, voor de cholesterol te verlagen. En het staat ook vaak heel prominent in de apotheek. Ja, inderdaad. Dus... ja. Het grote verschil is dat, dus, dat die voedingssupplementen, dat ligt onder de regelgeving van de voedingsmiddelen, de levensmiddelen. Ja. En medicijnen is onder de regels van de geneesmiddelen. Dat is het grote verschil. Ja, maar we gaan eens kijken, want we hebben op straat eens een bevraging gedaan of dat mensen wel denken dat het doeltreffend is. Voedingssupplementen zijn altijd effectief. Nee, niet waar. Okay. Voedingssupplementen zijn altijd effectief. Nee, dat geloof ik niet. Ik denk dat genoeg mensen ervaring hebben dat voedingssupplementen niet effectief zijn of dat ze bijwerkingen hebben. En het kan ook een placebo-effect zijn, ja, dan is het ook effectief. Maar dan ligt het meer in de mind dan dat het in het voedingssupplement zelf ligt. Ja, bij die man onthoud ik, it's all in the head misschien soms. Ja. Het idee dat je het koopt en neemt, doet het misschien wel al iets. Hè? Placebo-effect, mm-hmm, ja, is a real thing. Het is zo dat het inderdaad klopt, die doeltreffendheid die moet niet aangetoond worden. Natuurlijk, als fabrikanten willen uitpakken in de reclame of op de verpakking met, ja, verkoopspraatjes, claims, zodat we dat noemen, dan moeten ze wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Okay. Dus in bepaalde gevallen moet er dan een ingrediënt in zitten waar de werkzaamheid iets of wat is aangetoond. En ze moeten dan ook toelating hebben van de Europese Commissie. Maar dan nog... wil dat zeker niet zeggen dat het product doet wat het belooft te doen. Ik heb hier een voorbeeldje bij, arterin cholesterol. Dus zoals ik er net zei, ja, verlaagde cholesterol staat erop. Dat is een voedingssupplement op basis van plantesterolen. En het klopt wel dat plantesterolen kunnen helpen om de cholesterol te verlagen. Maar dan moet je er wel 1,5 gram minstens van innemen. Nu, ineens zo'n tabletje zit 120 milligram plantesterolen. Dus ja... dat is nog wel wat ver weg van 1,5 gram. Dus ja, beweren dat dit product, uw cholesterol, dat je het enkel met dit product kan doen, ja, dat klopt eigenlijk. En wat zijn die claims waarover je het had? Is dat bijvoorbeeld cranberry is goed bij een blaasontsteking? Ja, dat zijn, ja, dus eigenlijk bepaalde beweringen over ja, die voedingssupplementen. Mm-hmm. Ja, dat bepaalde gezondheidsvoordelen heeft. Hè. Dus ja, brengt mij eigenlijk ook bij een heel belangrijk punt waar consumenten zeker moeten weten... is dat er een lijst van claims is over kruiden die fabrikanten vrij mogen gebruiken. Het gaat over meer dan 2000 claims. Zelfs al is het niet bewezen dat het echt klopt. Ja. Dus dat zijn de zogenaamde claims die on hold staan bij de Europese Commissie. Dat is al 15 jaar aan de gang. Die moeten nog beoordeeld worden door het Europese Voedselagentschap. Dat sleept al ik weet niet lang aan. En tot onze ergernis heeft dus de Europese Commissie... indertijd beslist dat fabrikanten dat dus vrij mogen gebruiken op de verpakking en in de reclame. Het gaat dan om zaken zoals groene thee helpt om af te vallen, allee, gewichtscontrole, ashwagandha werkt goed tegen de stress, dus zulke, ja, claims eigenlijk. Ja, ja, ja. En wat zie je dan gebeuren? Dat ja, firma's die stoffen, dus, allee, die kruiden, dan expres toevoegen om te kunnen uitpakken met die claims. Dus ik ga 2 voorbeeldjes geven. Okay. Ik heb hier dit product van de Acromantia Company, dat is van Metagenics.
En er zitten eigenlijk bacteriën in, Acromantia-bacteriën. Je hebt er misschien al iets over gelezen in de krant. Mm-hmm. Er wordt van beweerd dat dat helpt om af te vallen. Bewezen is dat niet. En dus de fabrikant heeft ook geen toelating om te beweren dat die bacteriën helpen om af te vallen. Mm-hmm. Nu, wat doet de fabrikant? Stopt er een beetje groene thee bij en dan mag er op de verpakking hier staan gewichtscontrole. Ah. Nu, als mensen die verpakking zien, dan denken ze natuurlijk, en de verhalen lezen, denken ze natuurlijk dat dat gaat over die bacteriën. Maar dat is dus niet. De enige functie van die groene thee... Dus het is wel zeker misleidend. Ik vind het heel misleidend, ja. Ja. Schrijven dokters het trouwens ook niet voor, voedingssupplementen? In principe enkel als er bepaalde tekorten zijn. Maar dit bijvoorbeeld, zo met die kruiden, dat is eigenlijk allemaal dan heb je het meer over nodig. Die vitamine D, of ijzertekort. Dat zijn ook wel voedingssupplementen, hè, Gitte? Dat zijn ook voedingssupplementen. Dus je hebt eigenlijk drie types van voedingssupplementen. Hè. Dus je hebt voedingssupplementen met vitamine en mineralen. Mm-hmm. Dan de kruidenmiddelen, hè, die meestal voor geneeskundige krachten worden ingenomen. En dan heb je ook nog voedingssupplementen met al de rest, met andere stoffen. Hm? Ja. Wat ik daarnet zei, die truc eigenlijk om toch maar reclame te kunnen maken, dat is ook bij dit, dat is een heel bekend supplement, Urealis Comfort, op basis van cranberry. Dat is voor de ladies. Ja. En dus, mensen, als die cranberry horen, je denkt meteen aan het voorkomen van blaasontsteking. En er is ook wel iets. En bevordering van de vrouwelijke flora, hè? Toch? Ja, ook wel? Er is een klein beetje evidentie eigenlijk van dat het wel kan helpen om een blaasontsteking te voorkomen. Mm-hmm. Maar dan moet er wel voldoende werkzame stof in zitten. En we weten dat dat in dit dan geval... Dan moeten we eigenlijk weer 3 kilo cranberries eten. Ja, er zijn bepaalde en niet normen. Ja. Maar dus de fabrikant mag voor dit product, voor cranberry in het algemeen, niet beweren dat het helpt om een blaasontsteking te voorkomen. En mag eigenlijk ook niet beweren dat het hier staat behoud van urinair comfort. Zo heel typisch voedingssupplementen, om het zo vaag te omschrijven. Maar dus wat doet die fabrikant? Ja, die stopt er een beetje guldenroede in. En guldenroede is een van die kruiden die op de lijst staat van die claims on hold. En omdat het op zijn ingrediëntenlijst staat, mag die plots die claim doen. Mag die plots die claim gebruiken. Ja. Alhoewel dat het totaal niet bewezen is dat guldenroede iets doet voor urinair comfort. Hè? Maar het staat dus op die lijst. Ja. Wat je ook ziet, is natuurlijk dat is de regels omzeilen. Wat je ook wel ziet, is dat sommige fabrikanten ook gewoon de regels negeren. Dat hebben we nu al lang eens ontdekt ook met... ik ga even het product pakken. Safranax. Dus mijn collega heeft dat onder de loep genomen. Dat is een voedingssupplement op basis van safraanextract. Dat wordt ingenomen voor je humeur, gemoed. Dus we hebben die website ook bekeken en er stonden allerhande beweringen die eigenlijk illegaal zijn. Dus we hebben klachten ingediend bij het voedselagentschap hier en die hebben ons gelijk gegeven. Okay. Dus die moeten dan wel die website ook aanpassen. Mag ik er zelf eentje uit? Ja, tuurlijk. Hier ben ik weer bij mijn kinderen, hè. Ja. Maar ik koop dat dus ook, hè. Dat is zo die voedingssupplementen voor kindjes. Hè. Dit is nu toevallig Vibovit. Het idee is dat je de vitamine aan je kinderen geeft die ze zo nodig hebben. Ja. Klopt dat, Gitte? Of krijgen ze die eigenlijk sowieso binnen? Nee, die krijgen ze sowieso binnen. Als je evenwichtig eet, dan hebben ze dat eigenlijk allemaal niet nodig. En dat is toch wel iets waar we tegen zijn, dat zo in snoepjesvorm. Vandaar dat ik het heb meegebracht. Ja, inderdaad. Dus in het potje zit het misschien niet goed, maar zitten eigenlijk wat lijkt op gewoon gummy snoepjes. Ja. En dus dat is toch wel een risico als uw kleine eraan kan, begint te snoepen. Ja. Dus het zal ook wel lekker zijn of lekkerder dan... Ik wil het met jou ook eens hebben over de risico's. Mm-hmm. En we hebben aan dezelfde twee lieve mensen op straat is gevraagd of zij denken, baat het niet, dan schaadt het niet. Mm-hmm. We gaan eens kijken. Voedingssupplementen zijn onschadelijk, ze kunnen geen kwaad, dus we kunnen ze net zo goed proberen. Het ligt eraan wat voor voedingssupplementen het zijn. Bodybuilders en lui in de sport die gebruiken ook voedingssupplementen, waarvan iedereen weet dat bepaalde wel zeker schadelijk kunnen zijn. Ik zou daar heel voorzichtig mee zijn. Ik denk dat we niet genoeg weten over de hoeveelheid dat we mogen innemen, over wat dat er juist in zit en zo. Dus ik zal daar niet zo blindelings aan beginnen. Okay. Dus ik, ja, te nuanceren. Toch ook wel weer vrij sceptisch, eigenlijk. Dus we zijn ons wel bewust van het feit dat het misschien niet allemaal zo risicoloos is. Maar vertel eens een beetje meer over wat de mogelijke risico's zijn. Ja,
En dus zij hebben het inderdaad juist. Hè, dus het kan wel degelijk risico's hebben, mm-hmm. maar heel veel mensen beseffen dat niet altijd. Hè. Er zijn veel mensen die denken, oh, het is natuurlijk, dus het kan geen kwaad. Maar dat is niet zo. Hè. Dus ik heb hier een voorbeeldje. Dat is een supplement op basis van rode gistrijst. En dat is dus een supplement dat serieus wat bijwerkingen kan hebben. Hè. Dus de werkzame stof die hierin zit, is quasi dezelfde mm-hmm. als in bepaalde geneesmiddelen op voorschrift, de zogenaamde statines, om cholesterol te verlagen. Okay. Het ene is op het voorschrift, dit is niet op voorschrift. Dat is tijd verkrijgen. Ja. Mm-hmm. Okay, de concentratie is wel lager, maar het kan nog altijd wel bijwerkingen hebben. Misselijkheid, braken, spierpijn. In ernstige gevallen, nu niet met dit supplement vastgesteld, maar het kan mogelijk ook tot leverproblemen leiden, spierafbraak. Dat zijn zaken die al zijn vastgesteld met die werkzame stof. Dus het is toch opletten geblazen. Een ander voorbeeldje, ashwagandha, de kruid dat ik er net vermeldde. Mm-hmm. Dat is ook iets, dat is meer en meer aanwijzingen dat dat voor leverproblemen kan zorgen. Mensen staan er niet altijd bij stil. Ja, en ik herinner me, in een andere aflevering hebben we het gehad over Sint-Janskruid, denk mm-hmm. ik. We hadden het toen over anticonceptie. Ja. Dat zonder dat je dat beseft een interactie kan hebben met de pil en dat die bijvoorbeeld niet meer effectief is. Het risico met die voedingssupplementen vrij te kopen is natuurlijk dat we onze eigen dokter worden en dat er niemand meer een helikopterview heeft op wat neem jij nu eigenlijk allemaal samen. Ja. Vandaar dat het zo belangrijk is als je iets van geneesmiddelen neemt om altijd even bij de apotheker te polsen. Hè, van, ja. Mag ik dat wel samen nemen? Hè? Dan noemen jullie de interactie van... Ja, dus de interactie, daarmee bedoel ik eigenlijk tussen die voedingssupplementen en het medicijn. Ja. Hè? Ja. Dus dat Sint-Janskruid, ik heb het hier ook bij. Daar wou ik het inderdaad ook over hebben. Dat is dus niet enkel de anticonceptiepil, maar ook bepaalde medicatie die bij kanker wordt genomen of bij diabetes. Hè? Dus dat kan dat allemaal beïnvloeden. Hè? Dus het is enorm belangrijk om altijd Wat zou het even... zo gezegd doen? Waar is het goed voor? Sint-Janskruid wordt typisch genomen ook voor je gemoed. Hè? Dus mensen met depressieve klachten... die het dan innemen. Ja. Is dus, er ook gevaar van verschillende voedingssupplementen onderling combineren? Dat kan. Dus wat heel typisch is, dat zie je vaak, voedingssupplementen, is dat er van alles wordt gemixt. Ja. Dat is heel vaak een mix van alles en nog wat. En het is niet altijd goed onderzocht hoe dat die verschillende bestanddelen op elkaar inwerken. Dus dat kan zeker. En er wordt dan altijd van uitgegaan, zo'n typische woordje, dat werkt synergetisch. Het heeft een aanvullend effect. Mm-hmm. Maar het kan ook elkaar tegenwerken, dus dat is allemaal niet zo goed onderzocht. Ja. En dan een laatste, dat is misschien een beetje heftig, maar kan je een overdosis nemen? Dat kan, ja. Ik heb hier dit bij, dat is vitamine D. Daar zit 5 keer meer vitamine D in dan eigenlijk aanbevolen is voor een gewone gezonde persoon. Dat kan, als je geen tekort hebt, zou dat wel eens aanleiding kunnen geven tot misselijkheid, braken. Hè. Wat je dikwijls ook ziet, bij kinderen spijtig genoeg, hè, is dat, dat kinderen dan een vitamine D krijgen. Hè, maar daarnaast ook nog eens een multivitamine. En dus dat de ouders niet beseffen van, maar wacht eens, in die multivitamine zit er al vitamine D. En dat is op die manier... En in ernstige gevallen, als ze echt veel binnenkrijgen, kan het ook wel tot zaken leiden, zoals groeiachterstand... Dus dat is toch echt wel iets om in doog te houden. Je zei dat de regelgeving vaak gewoon genegeerd wordt. Ik denk dan aan de ingrediëntenlijst, al dan niet op de verpakking of in de bijsluiter. Klopt dat dan altijd met wat er effectief in zit? Dat hebben jullie ook getest, hè? Ja, die samenstelling hebben we getest. Hè. Of dat de regelgeving... We komen dat inderdaad wel tegen dat fabrikanten dat negeren. Nu, vaak... Die term zou ik er niet per se opplakken. Maar dat we wel al meermaals hebben vastgesteld, is dat die samenstelling niet altijd overeenkomt met wat op het etiket staat. Hè. Nu, dat is niet per se altijd met opzet, hè, maar dat is omdat er veel minder controle is. Hè. Nu, onlangs hebben we een test gedaan van cranberry-supplementen. Hè. Ik kan er even bijnemen. Dus dit samen met die... dat is hier Redcare Cranberry van Pharmaline. Mm-hmm. Cranfit... En ook de bekende Urilis Comfort. En daar staat op die verpakking dat er 36 milligram pak in zit. En pak is eigenlijk de werkzame stof in cranberry. Okay. Dus het is wel zo, er is al wat onderzoek naar gedaan, dat een product met 36 milligram pak, dat mogelijk kan helpen wel om een blaasontsteking te voorkomen. Vandaar dat die fabrikanten dat hier ook op de verpakking zetten, omdat de apothekers daar waarschijnlijk wel op letten. Nu, wat hebben we vastgesteld voor deze drie producten?
is dat er veel minder in zit. Hè? Meer dan 50% minder dan op het etiket staat. Dus ja, dat wordt eigenlijk ook allemaal niet degelijk gemeten. Nee. Hetzelfde met Sint-Janskruid. Wat was het hier? Slechts 12-36% van de hoeveelheid hypericine die op de verpakking staat, heeft mijn collega vastgesteld. Dus ja, je denkt van, je zit een bepaalde dosis in, dat blijkt dan helemaal niet te kloppen. Nee. Dus ja, dat is het grote verschil met geneesmiddelen. Hè. Dus met geneesmiddelen moeten de firma's aantonen, strenge procedures volgen om zich ervan te verzekeren dat ieder lot evenveel werkzaam bestanddeel bevat. Hè. En ook vrij is van pesticiden, zware metalen en dergelijke. Maar bij voedingssupplementen is dat dus eigenlijk en allemaal niet nodig. En dat komt, die controle van de overheid, dat komt omdat het onder de voedingsregels valt en niet onder medicijnen. Ja. We hebben een laatste filmpje klaarstaan om eens te vragen aan onze twee lieve mensen op straat of dat zij denken dat het wel gecontroleerd wordt door de overheid. Voedingssupplementen worden altijd gecontroleerd door de Volksgezondheidsautoriteit voordat ze te koop worden aangeboden. Ik denk dat eigenlijk niet. Ik denk dat daar veel vrijheid rond is, maar ik weet er eigenlijk niet veel van. Maar het lijkt mij heel ongecontroleerd, eerlijk gezegd. En er is een beetje zo van alles en nog wat op de markt, in een beetje van alle winkels. Dus ik denk niet dat daar overal controle op is. Je vindt dat eigenlijk niet oké dat dat zomaar vrij kan verkocht worden? Ja, ik ben daar een beetje sceptisch over. Eerlijk gezegd. Ja. Daarmee dat ik er ook nooit aan ben begonnen. Nee, want je kan ook voedingssupplementen online verkrijgen. En waarvan een groot ook een gedeelte bestaat die niet is gecontroleerd door de overheid. Maar ook voedingssupplementen die door de overheid zijn gecontroleerd, hebben in het verleden gebleken dat ze niet altijd even veilig zijn. Ja, daar zegt hij wel iets belangrijks. We kopen zoiets ook heel vaak online. Mm-hmm. En dan valt volgens mij al heel veel controle weg. Ja, inderdaad. We raden de mensen altijd aan, als ze een voedingssupplement willen kopen, ga naar een apotheker. Bespreek ook met een apotheker waarvoor je het wenst te nemen en ook wat je al neemt van geneesmiddelen. Ja. Dus medisch advies daaromtrent is toch wel belangrijk. Maar het klopt dus dat er heel weinig controle is, die markt van de voedingssupplementen. Dat is allemaal veel te laks. Dat is dan niet enkel van de samenstelling, maar ook op de veiligheid. Wat die samenstelling betreft, we hebben toen dat we die cranberry-supplementen onder de loep namen en die Sint-Janskruid-supplementen, hebben we ook twee kruidengeneesmiddelen getest. En daar bleek het wel in orde. De hoeveelheid werkzame stof was wel in orde. Ja. Dus en dat komt dan natuurlijk het verschil tussen regels. Voedingssupplementen wordt als voeding beschouwd, alhoewel... Het ziet er niet uit als iets om op te eten. En het is vrij misleidend. Maar ook daar kunnen ze op de website van alles terugvinden. Hè? Dat lijkt me ook een heel belangrijke test om eens te gaan kijken. Ja. Volgens mij nemen heel veel mensen minstens één van de zaken die je bij hebt. Dat klopt. Absoluut. Oké, Gitte, dank je wel. Ja. Merci.